Van een klinkende overwinning tegen de kekkers naar de Luikse ekkers. Een publieke pol die veel stof doet opwaaien. Gelukkig ben ik vandaag niet alleen om het te begaaien. Bij mij zijn... Ben Jacobs. En... Dirk Pieters. En mijn naam is nog altijd Ziggy Sia En welkom bij aflevering 242 van De Vierkante Paal. Dirk, Ben, een goede avond. Goeie. Hey, avond. Dirk, wat is uw favoriete podcast buiten de Vierkante Paal? Ik heb maar één uh, favoriete podcast en dat is de Vierkante Paal. Oké. Okay. Ben, aan jou dezelfde vraag? Bij mij is dat Kick and Rush. Kick and rush. Over de Premier League. Dat is mijn, uh, dat is mijn favoriet. Oké. Okay. We zijn er net uh, helemaal mislukt die mijn opzet. Er zijn er net uh, enkele waar <laughs> er. Niks Antwerp-gerelateerd is ingeweest. Ja, buiten wij natuurlijk, de vierkante paal ja. is st standaard. Maar uh, we zijn gepasseerd in heel wat podcasts. Onder andere in 19 Minutes was er een de backlog of een kleine discussie over al dan niet het uh, verblijf van de harde keren op tribune 4 en ben Gijpt uh, een pol uh, in elkaar gesleuteld. Ik denk dat dan, ik wil niet met de eer gaan lopen. Ik denk dat een Thomas, Thomas was. Thomas, ja. Uh, maar, maar zeker goed, hè? Dat, uh, ik vind het raar dat ze bij 19 minutes niet weten dat wij bestaan. Uh, we kennen elkaar toch, zou ik zeggen. <laughs> dat ze gewoon niet durven vragen van, hé, hey, vierkante Paal pols dan een keer even bij, bij, bij alle tribunes te samen. Ja. En uh, als je zou kunnen verhuizen, naar de 2 terug zouden dat dan doen. Ja of nee. Um, ik heb gestemd dat ik blijf zitten op de 4. Ja. Ik vind dat eigenlijk wel tof. Dirk... En... Ja. Wat ik wou en, nog zeggen... Zeg maar. Ik ga je al een beetje voor zijn. Ik vrees een beetje dat een 2 een vrij dure tribune gaat worden. Mm -hmm. En dan denk ik, voor het bedrag dat we betalen op de 4, wat iets meer dan 400 euro is, voor een heel seizoen, dan denk ik wel dat dat, dat, dat volstaat. Uh, als het zo 700, 800 euro wordt op de 2... Dat vind ik toch al een behoorlijk bedrag hmm. uh, om mijn nostalgie terug te kopen. Ja. Dus voor mij start er een nieuw verhaal op de vier. Oké. Okay. Dirk, als ik me niet vergis, jij hebt geen abonnement. Maar wat zou we voorkeur uitdragen om te plaats te nemen in het stadion? Ik uh, zou sowieso terug verhuizen naar een twee. Ja. Ik uh, ben geen fan om achter de goal te zitten. En ik zit liever gewoon langs de zijkant... Morgen spreekt inderdaad, zoals een ben zegt, als je spreekt over uh, abonnementen van 700, 800 euro daar, dan wordt het inderdaad moeten afwegen of dat, dat de moeite waard is. Of dat je inderdaad uh, achter de goal blijft staan. Nou, ik zou het liefst van al toch verhuizen uh, terug naar de zijlijn tegen democratische prijzen. En wat is dan een democratische prijs aan de zijlijn? Nou, ik weet niet, een 300, 400 euro, vind ik. ik. Voor, ja, het is, het is geen aftandse tribune, om het dan zo te zeggen. En we zijn er toch serieus op vooruitgegaan. Dus ik snap dat je abonnementjes van 200 euro... Dat dat al heel moeilijk kan worden. Dus een, een, ja, een 300. Maar wilde jij zeggen, op de huidige twee, echt zoals ze er nu staat, terug te gaan zitten? Nee, nee, nee. Dat de nieuwe tribune er staat, hè. Ah, nieuwe zo, oké, okay, ja. Staat, dan... Uh, maar ja, als dat prijzen van 700, 800 euro zijn... Dat wordt dan een hele moeilijke, natuurlijk, hè. Ja, het is um, een gevoelsmatige kwestie. Er zijn veel factoren bij, dat is ook gebleken uit de reacties van de, de luisteraars, hè, die, die massaal weer al hebben gereageerd. Waarvoor denk Bij mij was het ook uh, intuïtief, zou ik terug naar tribune 2 willen gaan, ook puur voor de matchbeleving en het overzicht op het veld. Um, mijn dieptezicht stelt me teleur. En okay, dat, is de afgelopen, dat is de afgelopen twee maanden niet aan de pinten te wijten, want uh, de, daar blijf ik momenteel even van af, zonder daarover uit te wijden. Uh, dat is gewoon ja, heel verraderlijk. En ik heb vroeger, um, sinds de opening van T Tribune 3 eigenlijk, heel lang een abonnement gehad als, als jong gastje. Uh, en ja, er is voor mij toch niks dat de, het speloverzicht even hard van aan de lange zijde te zitten van een voetbalveld. Maar er zijn een aantal factoren die, die meespelen. Ik heb de resultaten van de poll er even bijgenomen, omdat het wel interessant was. Er zijn wel wat verschillen. Uh, we hebben de poll gelanceerd via Instagram. Er is 67% dat uh, zegt direct te verhuizen terug naar T2, stevast. Van T4, van T4, T4 naar, naar T2, naar T2, T2. Dan. Ja. 9% van T3... Naar T2, 4% van T1 naar T2 en slechts 20% dat zegt: dat Ik blijf op mijn plaats. Op Twitter waren mm. de verschillen iets minder groot. 43% verhuist van T4 naar T2 en 42% zegt: Ik blijf op mijn plaats. Dat zijn al iets andere, dat is, dat is, een beetje... dat is net geen 50-50 voor mij. Allee. Mm. Er zijn er ook nog altijd wel 6% die van T3. Naar T2 willen en 9% van tribune 1 naar uh, tribune 2. wat Ook niet weinig is, dat is nee, nee, 10% klopt. afgerond uh, naar boven. Allee. Ja, um... Maar is dat ook niet een gevoel, een beetje van, van nostalgie, dat je, dat je weet wat dat daar gebeurd is, maar het, hetgeen wat dat, dat gaat niet meer tribune 2 zijn, snap je? Dat ga, ik zou dat heel cool vinden als daar een boog in die tribune zit. Maar ik, ga, ik geloof nooit hmm. dat ze dat architecturaal op een of andere manier daarin gaan verwerken. Maar dat is toch, dat is toch een stukje iconisch, hè, die een boog op tribune 2. Uh, maar dat is wel direct 300 man dat je misschien niet gaat kunnen zetten. Ja, dat, dat, allee, zo werkt het niet meer, vrees ik. Um, ja, dus het ga, dat is niet meer de tribune 2 zoals hem in 90 Minutes onder andere beschreven werd. Hmm. Waar, dat, uh, waar, dat, ja, dat, waar dat, dat een echte ruwe bosuil is, zoals dat wij hem vooral kennen van op, van op ons plek, Ja, ja dat, dat gaat niet meer zijn. Ook al omdat, omdat de club duidelijk de kaart getrokken heeft van tribune 4 voor de sfeer aan te zwengelen. En als je dan mensen gaat hebben die op de staanplaatsen gaan blijven, en dan terug een deel dat in zijn hoek gaat zitten op tribune 2, ik weet niet of dat, dat de sfeer ook ten goede gaat komen. Dus daar mogen we misschien wel eens over nadenken. Als, als sfeergroepen, dat je dat misschien wat coördineert. En oftewel beslisten, we gaan allemaal terug in onze hoek zitten. Uh, maar ik denk ook op de duur dat ze er niet meer allemaal in dezelfde hoek zaten. Dat, de ene links, dat er een deel links zat en een deel rechts op tribune 2. Mm -hmm. Dus zo eenvoudig zal het ook weer niet zijn. Maar ja, ik zou voor, het, voor de vibe in het stadion misschien wel willen dat alles qua sfeer samen blijft op de vier. Dat, is, dat denk ik dat wel het beste gaat zijn. Dirk? Wat is uw ja. gevoel erbij? Ik, ik vind zo'n sfeervak achter de goal dat, dat doet mij te veel aan alle andere clubs denken. Zoals Zultenwaren, de Menanderlicht. Dat, dat, dat hoort gewoon bij ons aan de zijlijn te zijn. En, en, ik heb het altijd specialer gevonden. Ik hou niet zo van die sfeervakken achter de goal. Nee, van mij mag dat overal zitten. Dus inderdaad, een deel dat wil blijven zitten en zingen op de vier, goed. en een deel dat naar de twee wil en dat het maar van overal mag komen. Weet, ik hoef niet zo een sfeervak te hebben. Hetzelfde met die stelling, dat, dat moet voor mij helemaal niet. Wat dat gewoon nou, zitten waar je zit. Maar waar het voor mij het grootste nadeel is, is vaste, vaste plaatsen. Dat vind ik zo. Dat was mijn. Nostalgie nog een twee. Weet je. je kunt een uur voor de match ja. al komen in, in topmatchen en, en je kan ook nog last minute komen en je vriend vrienden er nog ergens tussen bij je maten. En dat mis ik nu wel een beetje. Weet je. je kunt altijd last minute komen, want je plekje is vrij. Maar ik ga wel van het, ik wil een uur op voorhand er al zitten en, en het zomer is, is dat en en Dat is hetgeen dat ik mis ja. eigenlijk. Dus, maar, voor het voetbal zien, zoals jij zei. Ja, zit ik ook niet liever dan aan de zijlijn, Met mijn dieptezicht, die penalty zo verlast tegen Union, dat was voor mij al een hel. Die, die penalty ja, van, van, van Kobe, Corbani, die, die ging bij mij precies al drie meter erover. Dus iedereen juicht en Ik had zoiets van, het is erover. Maar dat... dat... <laughs> dat, dat juichen juicht er niet zo over. Dus ja. ik, ik wil gewoon terug aan de zijlijn zitten en, en het overzicht houden en geen genummerde plaatsen. Maar dat gaat er niet meer in zitten, ik. Nee dat, ook. nee, dat is het... Dat is zoals de boog. Gaan voilà. gaan vandaag. Dat is gelijk ja. de boog, dat gaat er niet meer in zitten. En de muren waar je pipi tegen doet, gaan er ook niet meer in zitten. En <laughs> de niet-genummerde plaatsen, ook die ook. gaan er ook niet meer in zitten. Dus. Maar dat is misschien wel nog een, een goed onderscheid dat je zou kunnen maken. Um, wie weet van die 43 of 42 procent um, van op Twitter en 20 procent... Van op Instagram, dat, Instagram, dat van uh, de 4 naar de 2 wilt gaan, zijn dat allemaal mensen van de zitplaatsen? Of, zijn dat ook, of hoeveel, hoe, is dat, hoe is die verdeling dan? Zitplaatsen, staanplaatsen. Want je weet, zegt gewoon 43% uh, dat wilt verhuizen. Is dat allemaal, uh, of nee, dat wilt blijven zitten? Is dat net allemaal staanplaats En is al de rest uh, zitplaats, dat zegt ik wil gewoon zitten? aan de lange kant van het veld. Dat zou ook nog wel eens een interessante opdeling zijn. maar ja. We zijn geen, geen opta-joe opta of zo. Nee, ik dat is, die dat, bureau, dat is maar... een voorzet dat je geeft. Uh, e eerst en vooral thuis Bert De Bruyne, de luisteraar, die uh, naar de voorkeur van de tribunes uh, zijn, zijn mening uitsprak van, ja, dat gaat belangenvermenging zijn voor de sfeer. Dus verspreiding van de sfeer, mm. dat gaat nu vast zijn. Uh, wat, ik op, wat mij opvalt... Persoonlijk, rondom mij vooral, ik probeer zelf nog altijd wel regelmatig mee te zingen van de zitplaatsen op tribune 4. Op de 2 stonden meestal recht op de bank. Op een nieuwe tribune 2 zullen het wellicht zitplaatsen worden. Dus het goede oude sfeertje gaan we daar ook niet terugkrijgen, denk ik. Of ze zouden boven wonderlijke wijze moeten zeggen we maken een onderste ring op tribune 2 met uh, het stay, safe standing principe dat ze op de vier hebben gemaakt op de onderste ring. Dat zie ik niet gebeuren. Ja, de, naar de Kern zat in de nouden 2 ook wel echt van boven. Hè? Dus ja Dan gaat ze misschien ook die plaats willen opeisen. Op de en... laatste ook niet meer. Die... Op laatste ook niet meer, Ben. Nee, dat dan waar. stonden ze van nee, voor. Dan, uh... Ja, dat is waar. In, nee, in weer en wind, regen en zonneschijn. De zonneschijn ga ik ook wel missen. Zo. Een de zondagmiddag, de zon op uw snoet, een frisse pint met de maten rondom u. Ze wel wat liedjes inzetten terwijl dat ze voor Tribune aan het opwarmen waren. De dagen waren mooi. Hm. In een zonovergoten Deurnenoord. Ja. Maar dat hebben we wel met die matchen van half twee. ik denk dat de zon dan wel goed op tribune 4 staat. Dus eigenlijk meer matchen om half 2. Dat is het, uh, het pleidooi. Ja, no. ja. <laughs> dat ik, ik, denk dat er, ik denk dat er nog veel inderdaad valt over te vertellen en dat er nog veel details zijn van wie zijn die 20% die zeggen van ik blijf op mijn plaats, wie zijn diegenen die verhuizen, zijn dat er de zitters of toch beneden de staanders? Ja, er valt nog veel over te zeggen. Um, om daar naadloos op over te gaan. Ik heb voor jullie een, een klein quizje. Tof. Wie heeft de meeste gele kaarten gesprokkeld? Welke speler heeft de meeste gele kaarten gesprokkeld in de Jupiler Pro League tot nu toe? Ik kwam het te toevallig tegen en ik vond het interessant. Dus. Ja, gevoelsmatig gaat al waarschijnlijk de laatste zeggen. Um, maar dat zou het misschien te gemakkelijk zijn. Dus uh, ik heb geen flauw idee eigenlijk. Dirk, heb jij juiste suggestie? Ik heb een grote kans hebben. Wat dat met is, dat weet ik niet. Maar ik kan voor Birger verstraten. Ah, ja. Wel, ik moet de Ben gelijk geven. Ik moet zeggen, Dirk, je zit er niet in de buurt. Want Birger die was, stond op geel gevaar. En dat was dan niet omdat hij zijn tiende al ging pakken. Dus goed bezig, Birger. Richie is gedeeld eerste met Siebe van der Heijden. Maar ergens denk ik van okay. wij hebben het klimaat rond Richie de laat. Ik weet niet of dat jullie het nieuwe seizoen Antwerp Antwoord al gezien. Dat uh, Richie nee. sneller geel krijgt voor dingen. Uh, Jansen heeft ook gezegd, ja, ik verschiet er ook van. Ik stel er aan te kijken hoe hard dat jij durft schelden op de scheidsrechters. Dus het zal niet in zijn voordeel meespelen. Uh, nee, ja, opvallend vond ik dat. Ja, de, de, dus zie van der Heijden, die. Uh, heeft er tien, maar dat zijn iets geruislozer dat dat gepasseerd. En sterker nog, in die een top tien uh, is Union sterk vertegenwoordigd, want uh, Siebe van der Heijden wordt in die een top tien op de vierde plaats bijgestaan door Burgess. Dat wou ik nou ook nog zeggen. Met negen. <laughs> Vijf, dus Bart Nieuwkoop met negen kaarten. En ook nog op acht, Teddy Thumain met acht geel kaarten. Um, wij staan derde in het fair play klassement, achter Cirkelen Bruggen op 1 en Westerlo op 2. Dus, dus als een Ricci een, een, een beetje normaal doen, hadden wij eerst eens gestaan. Dus. Als de Ricci een beetje normaal had <laughs> hadden we kans gehad. Of een om, andere in... imago ja, had ja, gehad. Ja, <laughs> klopt. Nee, ik vond het uh, opvallend. Uh, het, het kwam voorbij en uh, toen moest ik me denken aan het nieuwe seizoen van Antwerp Antwoord. Dat gisteren gelanceerd is op de officiële clubkanalen. Dirk, heb de Geit gezien? Ik heb het gezien, ja. ja. Wat vonden we van de dynamiek tussen de Jansen en de Short. Ik vind dat ze dat, dat ze dat goed doen en je ziet ook wel dat die twee ook wel goed overeenkomen. De Jansen ja. wel wat de rustige van de twee, wat nodig is bij de Ritchie denk ik. Ja. Maar nee, ik vind het altijd wel amusant om dat zo te zien. Wat mij wel vooral opviel, is dat, er, dat het toch anders is dan twee, drie jaar geleden. He, ze spraken nu ook van, qua muziek in de kleedkamer en qua dansen mm -hmm. en qua grappenmakers, dat dat nu echt wel allemaal, ja, een beetje tot een minimum is geherleid, denk ik. je uh, dat zo vroeger ja. he, met Lampkoolzee en Bokani en, en uh, Babi en, en heel die uh, Ja, dan <laughs> zeiden dat dat, uh, dat dat er een, een, een dansfestijn was en uh, dat er uh, kattenkwalte weer had gehad. En je merkte nu wel dat uh, dat het een beetje professioneler was, laat het ons zo zeggen. Wat mij ook opviel, was uh, dat, dat er eigenlijk benadrukt werd door zowel Jansen als, als De Laat, dat heel de groep goed aan elkaar hangt dit seizoen. Dat ze dat ook echt met die bewoording zeiden. Is dat een verdienste van Van Bommel, of wat denken jullie? Is dat gewoon chemie van karakter dat toevallig blind ik denk dat je dat... Oh, dat, is, dat, is, dat is glad ijs, hè? ik ga me er toch op begeven. Um, maar dat je een vrij Europese kern hebt. En een as, hè, met een butée, alderwereld. Vermeren nu ook. Keita, oké, okay, Youssouf valt daar misschien zo wat tussen. Maar Stings Ekkelenkamp Janssen. Zo... Snap, je snapt wat ik wil zeggen. Als je veel mensen van dezelfde uh, cultuur hebt, of... Ja, Europa valt nu ook uiteen uit verschillende culturen, maar zo'n eerder ja, een, een noordelijke cultuur misschien, mm -hmm. dat dat wel helpt om eenheid in uw kleedkamer te hebben en, en met die Nederlandse staf. Dus ik hoop niet dat ik hier nu word weggezet als uh, de, de extreemrechtse zot van de vierkante paal, want zo is het absoluut niet bedoeld. Uh, maar ik denk wel dat dat meespeelt. Net omgekeerd, als je kijkt naar Beveren in der tijd, ja, dat was, was, ja, was uh, Ivoorkust, all over the place. En dat werkt dan ook ontzettend goed. Dus je hebt daar een bepaalde dynamiek van mensen die dezelfde mindset hebben. En ja, dat werkt nu eenmaal. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen als je ziet, ja, je kunt wel een lijn trekken in de kern dat wij hebben. Uh, en daar zit inderdaad wel een Yousouf bij van Nigeria, als ik me niet vergis. Ja. Um, wie zit daar nog bij? Ja, dat, dat moet al goed. Nou ja, Pacho, uiteraard, Moshi. dan. Avi, Avila. Miashi om maar één op te noemen. Uh. Miyashi, ja, zwaar, ja, absoluut. Dus dat is dan een heel ander uiterste. Maar ja, je moet maar, kerk, Balikwisha, uh, Bataille, De Laat, uh, Keita, dat er dan iets bij komt. Dus ja, veel Belgen of Nederlanders, taalgenoten, dat werkt wel, denk ik, om een goede. Om een goede sfeer te ja, hebben in uw pool. Ik denk broek. dat dat ook logisch is. Hè? Als jij inderdaad met spelers als een Bacani en een Babi zit, die, die, die zoeken elkaar ook op. Je zoekt een beetje je taalgenoten op of je mm, grensgenoten. Of, of. En ik denk dat het ook een beetje normaal is dat jij als speler als Avila ergens komt, ja, dan zoekt hij je gelijkgestemde. Maar mm. die, die hebben niet in overvloed nu. Dus je, je kunt niet anders in. En je kan geen ander drie. Streekgenoten gaan opzoeken, dus je moet je eigen wel gaan mengen. En ik denk dat dat inderdaad het voordeel is. Spelers als, als Miyoshi, als je die beelden regelmatig ziet, of Pacho, of, of ...maakt niet uit wie, je bent deel van de groep. En het zijn niet twee groepen, het is niet een Afrikaanse groep, of een Balkangroep, of, of een de Europese, Europese groep, of, ja. of, of Oostblokgroep. Allee, je zit nu echt mee met een, met een, met een groep. En de andere sfeer zal ook wel goed zijn, want ik kan mij niet zeggen dat Bokani of Babini voor sfeer zorgen. Maar je zorgt altijd voor kliksjes en ik denk dat kliksjes ook ergens normaal is. Dat is een... Mm. Dat is een gevoel je gevoel daar veilig bij, gevoel de je daar goed bij. Dat is een comfortzone waar je in zit. Maar ja, dan creëer je een tafel met Afrikaanse muziek en, en die groep. En dan heb je inderdaad toen, hè, ik zeg maar iets, een birger verstraten met een Jelle van Dammen en een Raja mm. en, en weet ik wie. En, en dat is logisch dat je elkaar opzoekt. Maar nu, ja... Eigenlijk echt een hele grote groep. Hè? Ja. En ik denk dat dat zoals een Ben zegt, dat dat, dat dat een logische verklaring is, denk ik. Ik denk niet dat dat inderdaad iets racistisch of weet ik wat is, dat is de gewone manier van, van, van gaan. Hè? Ja. En dan heb je wel zo'n een, een, een Avila nodig die dan zo wat net iets anders brengt en dat dat zo zo'n schokgolf in, in nieuwe groepen, nieuwe kern veroorzaakt. En dat, dat doet hem wel volgens mij. Ja, een speciale kerel. Dus ik denk dat het wel leuk is om hem ook eens een keer in een Antwerp Antwoord te, te gaan bezigzien. Um, maar nee, ja, dat is op zich ook een verdienste van de sportieve staf. Dat, dat, uh, dat zij daar misschien op die manier over nadenken. Van, ja, we zitten hier gasten bij in die, die qua mentaliteit en die qua... Dat is een groot verschil. Hè? Wie ze zijn, je, ja, matchen. De mentaliteit dan, ja mentaliteit ook hè, van, van spelers als Lam en en Mbokhani. Dat is veel plezier en die beleven de wedstrijd op hun eigen manier. Heel relaxed. Heel, en een alderwereld voilà, Jansen. En, en, als je Jansen ziet zitten, dan weet je dat dat op een top prof is. Hè, en daar met we ook. Maar als jij een Mbokhani ziet hm. rondjoggen, of, of Lam <laughs> of Babi... Ja, dat straalt geen professionaliteit uit. Hè. Dat zijn goede spelers, maar dat is niet hetgeen dat er nu hangt. En dat is hetgeen dat mij opviel in die Antwerp-antwoord. Ik denk dat het er een pak professioneel aan toe gaat dan, uh, dan drie jaar geleden. Ken zeker. Wie benieuwd is of dat het echt door Van Bommel komt, kan nog altijd afstemmen naar uh, de podcast Met Open Vizier. Wij onze coach. Dus wie het er nog mocht aan twijfelen, het is wel degelijk merk van Bommel. Het zijn ik niet. Mijn impressie is goed. Nee, niet hoe, maar ze geven het ook aan dat het bij hem thuis is. Um, zeer uh, interessant luistermateriaal. Ik heb er straks uh, kunnen luisteren naar deel 1, want het is opgesplitst in twee delen. Deel 2 moet nog online verschijnen. Maar het is heel interessant in, qua inkijk in de persoon van Bommel en zijn gedachtegoed dat hij... Erin wilt krijgen, of heeft ingekregen eigenlijk. En uh, de, de winnaar in Merk van Bommel. Dus zeker uh, de moeite. Nog twee uh, Charles, die met de Antwerp iets te maken hebben. En die podcastland zijn gepasseerd. Uh, Tuur Drix, wel meer te horen tegenwoordig in 90 Minutes. Maar ook samen met Jovke Deurne Noord in Midmid. -Mid. Uh, ja, ik zou zeggen, luistert. Het geeft me wel wat nostalgische vibes met uh, uh, bico toestanden. Het kampioenenjaar in zijn geheel. Dus, uh, hoeveel, heb al, hoeveel heb je al kunnen luisteren? Alles. Het is een ruke. Dus je ah, okay. walst er wel door als je ah, okay. maar onderweg bent en verorberde dat wel zo'n zo uur. Dus uh, nee, het was, was leuk te luisteren. Uh. Maar ja, er Erman staat ook zo in Eleven Insiders, dus ja, het is zo. Precies het moment uh, dat ik aan met Michel is gaan leuren bij alles wat hij uh, de micro heeft om, uh, om hem antwoord te krijgen. <laughs> dus misschien voor die mensen op den duur is dat ook wel zo. Ja, een duurkind is wel goed geweest. Ja. Uh, terug, terug naar de kern. Um, we hebben een vraag gekregen van Dilis P, de Engels comeback. Dan gaan we het over Björn Engels. Feit of fictie, <laughs> Dirk? Uh, voor mij fictie. Nee, Fictie. ik... Uh, ja, Verklaar je nader. Komt dat ooit nog goed? Dat is mijn vraag. Je ik, hebt uh, zelf het artikel er straks gestuurd. Ik heb, ja, ik, ik, ik kreeg er ineens een melding van en ik denk, oei, dat is, uh, dat is wel heel speciaal nieuws. Maar uh, ja, als je dat ziet, dat er ook in dat artikel staat, hè, het begon met zes weken oud. En we zijn ondertussen, wat dacht je dat erbij stond? 13, 14 maanden verder? Ja, zoiets, ja. En dat er dan ook nog bij stond onderaan van, hey, we moeten hem... Nog wat tijd geven, want het kan nog wel eens fout gaan. Dan denk ik ja. We hebben ondertussen uh, een jeugdspeler die er in de plaats is gekomen. Allee, of, of nu even erbij is gekomen. Maar moeten we echt nog op Engels gaan rekenen? Ik betwijfel dat eerlijk gezegd. Ben, de Dirk heeft de voorzitter. Jij mocht hem binnenkoppen. Tobi Zeno of Tobi Björn? Als tandem. Tja. Ja, in een ideale wereld zouden we toch voor Björn Engels kiezen. Maar ik denk dat die mens gewoon ontzettend veel pech heeft met zijn lichaam. En dat dat niet gemaakt is voor um, misschien wel voor sport, maar niet voor topsport. Mm. En dat heb je wel nodig, zeker in eerste klasse. Wat een, een fysiek uh, pittige competitie is. En ja. Met je wat je met mijn compagnie ook hebt gehad, hè? heel veel in heel veel, Lukaku ook wel even, zo heel veel spiermassa en, en een, enorm, een, enorm, ja, een enorm lichaam gewoon, in echt fantastische spieren. Maar als je dat teveel hebt, dan moet je dat ook net afbouwen. En, en misschien dat die ondersteuning, met die ondersteuning die die twee zouden geha, allez, gehad hebben, had Björn Engels misschien ook een veel mooiere carrière kunnen hebben. Maar misschien zo, ja, net op de foute momenten bij de foute dokter of, ja, je van Aarde, die dat in een draad hangt in een Tour de France. En als die een half uur langer in Frankrijk blijft, dan heeft hij misschien gedaan met koersen voor de rest van zijn leven. Hmm. En je komt op een andere dokterstafel en ja, ineens, in, in een zomer later, wint hij een uh, milaan Sanremo, Strade-Bianchi en, en, en alles wat daar nog volgt. Hmm. Dus zo relatief is het ook, maar ja. Maar. In een ideale wereld. Toby Björn, dat zou wel een sterk duo Wa zijn. Waar loopt dat dan mis, vraag ik me af. We zijn anno 2023, qua medische kennis, toch zeer sterk geëvolueerd. Zouden ze dat niet hebben kunnen anticiperen, dan in medische testen? Van kijk, klopt dit niet? Ja. Ik vind het ook wel raar uh, is... uh, dat je. Allee, het is niet een blessure, het is, het is van de ene in de andere. En als mm -hmm. je dan de filmpjes mm -hmm. ziet hoe dat je gescreend wordt voor de. Uh, aankoop koop, voor het contract te tekenen... ...vind ik dat ook straf dat je er, uh, dat je er als Björn Engels zijnde doorgerokt. Uh, vind ik vind dat redelijk verwonderlijk. Maar het is niet dat hem... Hij, is altijd wel ble... Hij heeft altijd wel clubs gehad. Hè? Hij is bij Club Brugge begonnen en dan, dan naar Rijms of en dan naar Aston Villa. Of... Ja. Dus het is niet dat... Dat zijn allemaal, hey, dat zijn allemaal wel mensen die, die daar de test aan afnemen... Die, wel, ...die er wel verstand van zullen hebben. Maar ja, dat je, je haalt hem binnen en je weet binnen dit en twee, drie maanden... Is er iets, omdat er een opeenstapeling van wedstrijden Beetje is. Populaire en... de hè? dat wist ook zo gebeurd. Hè? Ja, ja en, en gewoon echt pech met je lichaam hebben. En, en het misschien wel, wel goed kunnen voetballen, maar gewoon ja, de brute pech hebben dat, dat, dat je lichaam het niet kan trekken, letterlijk. Ja. Ja. Voor ja. een langere tijd dan. Dat... En dat je dan in, ja, in die testen er wel door bent. Ik vind dat uh, ergens sowieso doodzonde. Nu, er is nog een contract tot 2026 voor Björn Engels uh, op de Bosal. Ik moet in alle eerlijkheid toegeven, voor de luisteraar, het is Ziggy dat spreekt voordat je gaat denken dat het een Ben is, want ik vond je bij Brugge wel ook echt een van de beste in het land. Dus ja, ik zou dat een enorm straf vinden en ik weet niet of we hem dit seizoen gaan terugzien. We hebben denk, nu Van Den denk, Bos, denk beter van We heet, hebben nog heet, Pacho. Beter mm -hmm. wachten tot volgend seizoen, denk ik. Uh, ja, maar dat, dat is wel in de GZS, toen we hem dan nog klaar voor een stuk in de playoffs mee te doen. Dus dat zou ik sowieso wel afraaien. Niet omdat er nee. geen kwaliteit erbij is, want dat zal wel kwaliteit erbij zijn, sowieso. Maar ja. we dat risico dan weer pakken om direct tegen. Uh, want dan spreken we over 100% intensiteit uh, in die periode. Lot hem dan gewoon nog rustig verder bouwen. Dan is dan nog eens 2-3 maanden extra. Uh, dat hem dan tegen volgend seizoen fit zou geraken, dat zou wel hout vasthouden heel positief zijn hmm. Mm -hmm. Ben, wanneer maakt jij een transfer naar de klokkenpodcast? vraagt uh, papa cells? <laughs> niet, die kunnen we niet betalen <laughs> ik eh, eh, moeten allemaal die ontslagvergoedingen als ik, als betalen ik, als ik, van Oefkes en Parker en zo. Als dus. ik Denedic eh, gerust mag stellen, dat gaat niet gebeuren. Ik heb met hem ben gepraat. Als er nog eens zo'n onzin uitkraamt, ga ik hem <laughs> eigenhandig bij de broeders Alexianen in Tiene of in Boeghout afzetten. Om een paar weken te screenen, dan komt Houd, dat helemaal goed. Nou, dat meer dat de beurt maar wegzet hem dan maar in tenen of zo. <laughs> ja, dat is dichter bij zijn deur ook uh, erbij. Um, ja, dat is uh, juist marginale een driehoek, dus ja. dat is ideaal. Re de hoek. Reno, Reno to Rescue, hè, om in hetzelfde sukkelstraatje te blijven als er net um, Zegt, ik begrijp nog steeds niet van waar die blessuregolf ineens kwam. Gerkes, Yusuf Valencia, Harun. Ik zal ze dan ook maar bijzigen. En nu Toby. Toeval of andere oorzaak? Ja, puur toeval. Ja, het... Dirk, ik zie nu toch wat twijfelen. Ja, misschien is er inderdaad wel twijfel, maar daar is mijn uh, kinesist-kennis uh, veel te weinig van. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat we ofwel inderdaad heel veel pech hebben, ja, ofwel is er ergens toch iets dat we niet 100% verteerd hebben qua interland allee, of, of WK-periode. ...maar het is een beetje te veel van het goede, maar... maar... Ja, op zich. Maar Miyoshi, dat was al, hé, dat was al in de zomer. Dus dat, dat kun je er al niet bij rekenen. Hmm. Vines, dat is gewoon, denk ik, een stomme blessure op training. In een duel. Dat kan echt op eender welk moment gebeuren. Ja, Harun, dat wisten we eigenlijk al. Dat dat, wel, ja, dat, dat nog altijd gevoelig was. Dus dat zijn er wel al drie dagen je weg had. En dan heb je Yusuf nog. Gerkes, Valencia... Die misschien wel een weerslag krijgt van zijn eerste maanden, jaren in, in Europa. Ja, dan schieten nog met Youssouf en Gerkes over. En je kunt altijd wel eens gekwetst geraken. Ja, dus ik denk echt dat kijk, dat gewoon kijk, brute kijk, pech is. Kijk voor ja. die uh, Fantasy Pro Leagues en Gouden Elven en andere dingen is heel veel naar de selecties. Het is me wel opgevallen mm -hmm. dat wij er wel heel veel hebben ten opzichte van de rest. Dus het, 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 het zal wel met ja. pech te maken hebben. Hè? Want ik kan me niet voorstellen dat je heel die staf nu bij je en dat je dan ineens ja, een hoop onkunde gaat binnenhalen, dat kan ik niet geloven. Dus er zal wel ja, 90% zal wel pech zijn. Maar het was wel opmerkelijk dat wij deze jaar uh, niet gespaard zijn gebleven. Uh, en misschien goed, want we hebben nu dingen ontdekt die dat we anders nooit ontdekt hadden. Stings centraal zitten, vermeren dat er uh, doorkomt, uh, Corbanie van den Bos, die hadden we anders heel weinig gezien, of toch veel minder. Dus laat ons zeggen dat het een. Ja, een geluk met een ongeluk is en dat dat uh, voor ons best wel goed uitgedraaid is dat hiertoe. En ook dat je er positief mee omgaat. Hè. In Gent uh, loopt er een brulbeer. Een rond met zijn armen te zwaaien, dat hem jeugd moet inzetten. Ja, en, we, en, en, en bij ons zijn dat net de gasten die ons naar de, half, naar de finale liever van de beker trappen. Dus dat is ook maar hoe dat je daarmee omgaat. En, en ja, dat, dat straalt die staf ook wel uit op, op die Allee, dat straalt die, ja, die staf ook wel uit en die spelers pikken dat op en dan wordt dat allemaal net iets makkelijker om als, uh, als jonge gast in die ploeg te maar komen dus, uh. even om de negatieve dus, dingen te hangen Jowel, die, uh. even, even een kleine klein dingetje. lesje zou van bommel ook zo reageren van, van, hmm. he, het is positief, want eigenlijk hij klaagt voor geen, geen meter. He. Dat vind ik echt wel inderdaad chapeau. En hij durft het ook. Maar als, als je inderdaad de resultaten van Gent haalt en je verliest eens vier, vijf keer, en he, we hebben even die moeilijke periode gehad, maar dan was dat nog niet echt met de jeugd. Als je met de jeugd ook die moeilijke periode zou hebben, want we hebben nu die 7, 8 topmatchen gehad, haalt hmm. daar eens drie op 24, zouden de dat excuus ook niet inroepen. Wat volgens mij ook terecht zou zijn als je dat zou inroepen. Ik zie inderdaad in Van Bommel wel geen brulbeer zoals Van Hazebroek. Maar ik ja, kan wel bedenken. voorstellen dat je, die, die, dat je dat excuus wel gaat opwerpen, denk ik. denk als je he, de bekerwedstrijd ziet en je weet dat je zo'n jongens moet brengen, of, of toch ja, zo moet brengen. en je verliest, he. ik zeg niet dat hem dat als excuus gaat gebruiken. maar als je dan in de competitie ook amper punten pakt, mag je hem dat ook wel aangrijpen, vind ik ik. Ja. Maar het is wel. De is, eh, Gent is, het een, is de ene kant, maar Antwerpen is wel het bewijs Tuurlijk. dat het kan. Dat je, dat je tien, elf basisspelers hebt, waar dat je dan ook een vermeren tussen hebt lopen. Ja, en dat je dan op je bank dat, dat stoffeert met jonge gasten, die dat je dan mondjesmaat brengt. En oké, okay, dat vraagt veel van je basiself, maar dat zegt misschien ook gewoon veel over de, basis, de kwaliteit van de basiself het van verloopt, Gent. Dat kan als terrein erin no. steken, hè. Mm -hmm. Inderdaad, no offense, want dat zijn, er zitten goede shotters bij. Maar ja, dat is gewoon minder kwaliteit dan wat er bij ons tussen de lijnen stond. En dat wordt dan net een hechtere groep. Daar komen jonge gasten bij, die worden meegetrokken in dat enthousiasme. die coach gelooft daarin. Ja, als je dan van Aasbroek, die je moet dan tegen die tien gaan zeggen: Ja, gelukkig heb ik het hier wel moeten doen. Want de rest, ja, daar kan ik eigenlijk niks mee, niks mee aanvangen. Ja, dan, dat, allee, niet dat hij het misschien zo gezegd heeft, maar dat gevoel krijg je toch op zijn minst. Een interessante vraag. Van Stef DB, die hier perfect op aansluit. Klopt het dat de weinige wintertransfers te wijten zijn aan het geloof van Van Bommel in eigen jeugd? Is dat dan de verklaring daarom, denken jullie? Goh, ik denk niet dat hij dat alleen beslist. Um, dat je wel uh, daarboven een. Uh ik heb even een naam kwijt. Uh, ja, sowieso de, de Jean-Jacques en Overmars zullen daar wel mee overgaan. Maar als die... Allee, Steven Smit, die zocht ik. Als die zeggen van, kijk, die gasten zijn daar klaar voor. Per definitie is een trainer een passant. Uh, tenzij dat Van Bommel onze Ferguson wordt. Maar ja, dat is vrij uitzonderlijk uh, in het uh, hedendaagse voetbal. Ja. En dat je dan wel zegt van, kijk, die gasten zijn daar klaar voor. Trainer, u, hier, hier is uw transfer. Want een transfer dat je doet, daar weten we nog minder van. Dus als er in je club zoveel mensen zeggen: van kijk, die gasten zijn daar klaar voor. en je hebt een trainer dat daar ook in gelooft. dan is dat een ideale mix om, om ja, te oogsten wat je ge, gezaaid hebt. Ja, oké. Okay. Misschien toch stilletjes binnen vooruitblikken naar komend weekend. Uh, Dave Peters, vriend van de show en uh, ons allen gekend. die vroeg uh, na de gewone tos. Bergop of bergaf starten? <laughs> Hij heeft het visueel geduid, dus voor de mensen die niet mee zijn, ga op Twitter kijken. Hij heeft een afbeelding gepost, waar uh, duidelijk is dat uh, in het uh, Stade du Perret duidelijk een afwatering is. Um, ik zou zeggen: <laughs> zeggen bergop en in een tweede helft. Uh, uitballen, lampenneigen, <laughs> <laughs> <Napenijen. laughs> ja. uh, nee, maar dat is toch ook de mythe op de Bosel een beetje dat je, hè, zoals uh, met de match tegen uh, was Mechelen, ja. dat die gedraaid zijn. Dat was toch ook godverdien we beginnen bergaf. Is dat de ja, mythe van een Bosel? Best... Dat is het eerste wat ik er ooit oh, Ja, nee, dat is, toch zo, dat is toch ook... Ja, wij zeiden dat vroeger altijd. Maar is ze wisselen van kant, Die is berg op. <laughs> in de eerste helft, of in de tweede helft. Dus dan is het, dat nou, Ik heb mij laten wijsmaken dat een bosal, Ja. <laughs> ik heb mij laten wijsmaken dat een Bozel lang het, uh, een van de grootste velden was in België. En uh, ook ja, de, de beste qua qua topkwaliteit al langer geleden dan ja. de huidige. Ik weet ook nog okay. dat uh, de sted Fritsje van der Bist kwam in uh, de afmetingen metingen laten wijzigen op de Bosal. Ja. ja, die gaat er ja. in korte. En dat is uh, onlangs nog bevestigd geweest in 90 minutes of niet. Uh, door denk ik zelfsteur Diriks. Dus uh, zwat. Um, ah, ja. okay. Dirk. Schort de laat, terug in de ploeg. Ja, sowieso. <laughs> ja. Uh, om het de kosten van wie dan? Bataille. Avila. Ja. Hoe oh, ja, komt er maar uit, hè, met twee? Komt er ook uit, hè? Nee, maar, maar waarom? Waarom? Bataille is toch echt klaar om nummer één op de rechtse bak te worden? Niet? Dat echt, ik zeg, echt, Avila. Hij is goed bezig. <laughs> Hij is, is gewoon bezig, je kunt er niks op zeggen, maar voor mij hoort dit moment er later nog in. Oké. Okay. Eh, we en wel, we zullen voor de geinigheid gewoon beginnen. De elf. Dirk, jij begint. Okay. Buté, daar moeten we niet meer over discussiëren. Anders gaat de zes van het Buté-front op u krijgen. Dat willen, we, dat willen we niet. Nee, In de hels. BT mag starten, uh, dat is geen probleem. Uh. <laughs> er zijn geen twijfels okay. rond. Oké. Okay. Rechtsback. Ja, de laat. De, de short. De short. Linksback, Avila. Oké. Okay. Ja, centraal denk je dat dat duidelijk is. Goed, uh, Zeno. Zeno en Pacho worden. Uh, middenveld, Vermeren. Stings en dan ikkele ja hij is de hete aarda of de... hij is rond de hete brein. heen <laughs> Dirk ik, al een... Allee, Mark, ik vond Stings al wel een goede alleen een een in de eerste splits was maar ja ik vond Wie zit op de kant Dirk ik zeg je dan Balikwisha nee moeia. ik kom voor Moeja deze keer <laughs> Bali uh, aan de kant. Dan. Ja, Bali <laughs> aan de kant. Uh, de, zeker ja. deze wedstrijd op dat patateveld. Gewoon ja. ook voor Moeja gaan. Ja, Jensen sowieso uh, in de spits. Daar hebben we niks anders. Alhoewel dat je in Antwerp-Antwoord zei dat Rietje dat ook wel goed zou kunnen. Maar ja, ja, het is nog iets met de compilatie golen, ondersteund. Voilà, we hebben Golen nog gezien. Uh, maar ik denk toch inderdaad dat ik voor, uh, voor Moeja ga gaan, gaan in plaats van uh, van Balikwisha. En dan, en dan kerk, kerk op rechts, kerk op rechts kerk. waarschijnlijk. Okay. Ja. Ja, zie je, Jij moet al anders puzzelen, wat? Ja, ik, ik, ik um, heb stings gespaard ook van dat patattenveld, omdat hem dan zondag drie bij was en onzekerheid. En dat ik denk dat, dat we hem dan in een ander match nog iets beter gaan kunnen gebruiken. Dus ik zet Keita. En ik had ook mee Moeja gestart om met Balikwisha ook dat veld wat te sparen. Dat is geen leuke wedstrijd. Ik heb het voor de aardigheid ook eens opgezocht. Uh, goeie nieuws. We hebben Van Serijn nog niet verloren de laatste enkele jaren. We hebben wel ooit verloren, en dat is in 2016. En dan heeft Colpaert uh, <laughs> in een handje geholpen. Um, maar we, oh, we hebben, we hebben elke keer al wel gewonnen, uit. maar wel met het kleinste verschil. Uh, never forget Dinis Almeida met de Prachtigste hul ooit vorig jaar. <laughs> uh, dat was ja... Dat was Smullen. Nee, ja. Ja, en dan datzelfde jaar inderdaad. Dat was die in eerste jaar dan ja, terug of in welke vorm dan ook. Dat die ooit al eens in eerste hebben gespeeld. Dat was dat, dat, dat gefrommel van Frey. alleen kan die maar iets anders. En dat hem zich doorzet op rechts en dan voorzet naar Gerkes. En dan met die ingooi dat hem binnenkopt. Dat was dat seizoen ook, denk ik. Ja. Um, en hebben we daar dit jaar dan weer niet van, nee, dat was toch zo 2-0 of, of 3-0 zelfs. Hmm. Maar dan een heel moeilijk... of 2-1. 2-1, dat is nou ook wel een zwaar. Vermoed ik. Ah, dus dat was allerwijs denk ik op corner. De eerste keer dat Sting's nou, een de corner trapte, appakant, dat we dachten: ja. amai, amai <laughs> je kan corners trappen. Gaan we schoon. De, uh, dus, zeer sterk, uh... zeer sterk. En een 2-0. Die kan ah, ik me echt niet meer herinneren. Die is uiteindelijk 2-1 geworden, dat klopt. Want er heeft ja. iemand nog, die we goed kennen, een 2-1 gemaakt. Allee, goed. We kennen hem. De Bernier. De ja, klopt. En de tweede was de Jaanse, op uh, aangeven van de Poenie. Poenie Spotgrond. Nee, dat was die... Dat was dat schot van Girkus dat afwijkt op Jaanse. Was dat dat niet? Nee, dat is een ander match misschien. Nee, het was wel... Dat, ja, het was ah, wel degelijk nee. een schot, met links okay. staat er hier, dus... Um, ja, ja. dat is met de kleinste verschillen. Ik zal, ik zal het kort overlopen. Um, 2-1 eh, dit seizoen thuis. 0-1 vorig jaar met Almeida. Dan ook 2-1 thuis. En dan moeten we al pas naar het seizoen 2015, 2016. Eerder hebben we nog hebben gespeeld. En dan hebben we verloren. Um, dankzij uh, Steve Colpaard. Kijk, ja dat was ja. toch zo'n vrije trap van pff, 30, 35 meter of zo. En dat je een kop uitsteekt en dan poing dat je zo binnen dwarlt. Ik, was... ja. ik weet dat het ook heel koud was. En dat ik mijn vrouw bij had en die was niet <lacht> blij. Het <laughs> was steenkoud, zaterdagavond, een historische wedstrijd. op ja. een zaterdagavond, hoe lang is het geleden? Tot zaterdag, want dan spelen we terug hè? op ja. zaterdag. Klopt, eh, op zaterdag. Ja. Ja, ja. ja, prachtig. Ja. Ze denken aan ons bij de Pro League. Hè? Ja, ja. <coughs> ik, ik moet zeggen, away ik laat ze niet gemakkelijk passeren. Ik heb zelf mijn laatste match van het seizoen. En ik raak niet om vijf uur op de supportersbus richting. Dus ik paal wel een beetje als een sticker. Ik heb ook zien passeren. Iemand van het panel, ben jij? Kun jij vijf spelers opnoemen van het huidige Serie. Ja, Wel Dat gaan mij lukken. Uh, de keeper is Dietsch. Opare, Le Point. Bernier is gekwetst. Zeer sterk. Um, Mvoe staat op de 10. Wagner is de rechtsenout en Marius is de nee, diepe spits. Om te meten achterna, Marius. Uh, uh, ah, ja, dat wel. <sleuken> Een <laughs> diëtische. Dus, ik <laughs> mag de Marius zeggen. <laughs> ja, probeer veel het. weet ik niet. Is dat... ik, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee hoe, hoe echt. Dat, wat dat is. De medeklinkers iets... zijn klinktjes lang. Met een M begint het. <laughs> ja. Ik heb het er straks geprobeerd. Marius. Mwanji. Ze moeten er al liggen? Wat is dat? Zeg het nog eens? Oké, okay, voilà, dat dan. Ja, ja, bonjour. Okay. Oké, okay. nee, van dan dat je nog een paar, hè. Ja, je ziet, je hoort, beste luisteraar, de Ben, die neemt dus nog degelijk een Panini-boek liggen. Anders kunnen kunnen dat niet zo met de pols. Dus uh, ja, kijk, in de challenge geslaagd. Um, ja, kijk, wat kunnen we nog vertellen? Ah, Hans Abolo had uh, de mooie repliek op Dave Peters. Uh, bij Serran gaat het al heel het seizoen bergaf. <laughs> dus uh, laten we dat maar zo <laughs> houden. Vond ik goed. Het goede is dat hij ook vrij recent hun eerste thuismatch in. Sinds die, ja, die, die gewonnen match tegen de Meerschot. Mm -hmm. Dat ze die allemaal een nikslag hebben gegeven uh, in het klassement. Dat was, die, dat was echt ja, dat was anderhalf jaar geleden. En die hebben onlangs nog eens terug thuis gewonnen. Dus van die reeks. Daar zijn we al vanaf. Het is niet dat wij er naartoe gaan en ja. dat het dan zo is, oh, ze moeten nog eens een keer winnen thuis, en dat dat, dat, dat dan juist tegen ons is. Hè, dat gaat niet gebeuren. Allee, die reeks toch niet. Uh, slecht, nieuws voor de slecht nieuws voor de bijgelovigen onder ons. Uh, de verloren wedstrijd in 2016 was onder leiding van Nicolas Laforge. En wie laat nu de man zijn die erop staat voor zaterdag aanstaande? Uh, ja. Niet goed, niet goed. Um, Glen V8 zegt dat um, Serrain uit en STVV uit de enige match gaan zijn waar we punten gaan laten liggen. Twee slechte velden. De staat van de nakker in Serin en het uh, slechte kunstgras op Staaien. Akkoord? Nee. Oké. Okay. Dan zouden we nog altijd 14 op 18 hebben, hè, Dirk. Dus daar zitten tussen, we echt tussen u en de Bob en dan de Thomas aan de andere kant. Dus... Ja, ze zouden zou op zijn rij geen punten mogen laten liggen. Ze zou nee. niet mogen, wel, wel, welk het veld dat je ook hebt. Mm -hmm. je, je kunt ook knokken en je kunt ook strijden. Een vlotte 0-3. Dat maakt niet uit. Maar, maar geen punten laten ja. liggen. daar. op. Op sint nee. kan ja. ik het nog inbeelden, want die hebben ook kwalitatief, zijn die niet supergoed, maar hebben die nog wel wat rondlopen van zijn rij. Zeker als je dan weet Amo, dat Bern Bakary, Bernier gekwetst is. Wat voor mij al hun, oh, toch een van hun betere spelers. Of Beteren, niet, de schaam. beste is. Dat hij er dan ook al niet bij is. Pff, zouden eigenlijk in principe geen bang mogen hebben. Nee. En als ik ik er kan, al er, zeg, uh, kan er mee akkoord. <laughs> als jij dat al zegt. Als, ik, dat al zeg, als ik al zeg dat ik, dat ik er vertrouwen <laughs> in heb en dat we gaan winnen. Dan. Uh, ja, moet het echt ik moet zeggen, maar het dan die laatste? hoe meer dat jij in ja. relatie komt, Dirk, hoe positiever dat jij ja. wordt. Uh, we, hebben een... we, we hebben al een paar afleveringen nu ook dat jij aan een hot streak zit, dat jij er onafgebroken bij zit. En ja, ik, ik heb zo het gevoel dat de, de roze wolk op u blijft hangen. Ja, of zo. ik moet zeggen, uh. er is wel wat gekeerd. Uh, niet, niet door het, het extreem positivisme van de, de geron, want dat is het extreem, dat kan ik nog niet aan. <laughs> maar nee, het, het, het het draait ook gewoon zoals ik het wil. Weet he, het draait ook... Ja. zo voetballen ook vlot. En, en, het, en het is ook niet meer dat, dat priske gevoel. Daar ben, ben ik zo wel stil aan, uh, stil aan kwijt. En nu gaat je zien nee, want... dat ze waarschijnlijk... Ze staat ook derde in Tsjechië. Ja. Priske, ja. Met Sparta-Praat. Derde, moment. hè. Ik maar ja, zeggen. Het ja, is niet beter. Nee, nee. Dat is waar. Dan voor, is eh, nou, Het maakt echt plakken. We zijn uh, wel... Maar het is er wel ook, ook uitgeschakeld in de Conference League. In de een ronde voor ons ook. Dus... Het valt niet, alleen is niet echt hem over de raad. Ik denk schrijven. dat je nog... ook 4-0 op zijn kast gaat of zo in de derby tegen Slavia Praag. Dus je zal op voorhand een nee, ja. verbod hebben gehad om enkel mijn handdoeksknie in de persal te komen. <laughs> Vandaar dat je er is we, uh, we, ja. we zijn stevig bezig om op record. Uh, we zijn eigenlijk op Stond uh, dinsdag in de in de fruit uh, met de clean sheets, met het gemiddeld aantal punten per wedstrijd de grootste overwinning, de ja, statistiek die uh, volgens mij de fruit gemakkelijk van onze Twitter heeft geraakt. Uh, de, de, de laatste keer 5-0 van KVSK, 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 KVSK dat Lommel is, United iets met Fabrik, lommel. Overpeld, Lommel, weet ik het, um, gedrocht, uh, de jonkies uh, Enzovoorts. en ook ja dat Jansen kans maakt om uh, Onuachu Voorbij te steken en topscorer te worden. Ja, dat mag ik nu wel open. Ja, ja maar, uh... Of Balikusha moest ineens de rol van uh, prijsschutter overnemen, dan kan ik er ook mee leven. Maar... Ja, pas op, want William die is ook nog uh, goed bezig. Uh, Balikusha? Ja, nee, maar ik heb... Uh, yeah. There's only one Balikusha. <laughs> Oké, okay. uh, je mocht die zo niet zo tegen elkaar opzetten, uh, <laughs> Verder dan misschien een leuke, om mij af te sluiten, er is ons um, een verhaal toegestuurd... Ik weet niet of jullie het uh, ook hebben doorgenomen in de WhatsApp. Ja. Uh, over uh, Weile Luc Daf Daphne. Uh, uit Weinegem. Uh, is 23 januari overleden. En een echt een topvriend, topvader van drie zoons. En topkapitein van de veteranen van uh, voetbalclub Kantinkrode. Uh, ja. Een, een, een mirakelverhaal van de, de ...zoals hij alleen maar op de boshaal kan, ja. kan, kan plaatsvinden en, en ontplooien. Dus om kort te zijn... Um, ...Luc is overleden... Um, ...en in zijn laatste wedstrijden... ...had hij de rustzacht Nathan gezien op de boarding... ...ter ere van eh, jonge Nathan, die ook zijn leven heeft gelaten... ...te gevolgen van een slepende ziekte. En uh, Luc zei, amai... Prachtig. Dat is uh, de zoon van een collega van mij, zei het hem Ja, dat vind ik knap. Dat, dat, dat deed hem iets. Um, en zijn vriend, die het verhaal heeft doorgestuurd, heeft uh, aan de club gevraagd om tijdens de rust, tijdens de wedstrijd, Antwerp-Union, ja, in een beker, hetzelfde te doen. Um, maar het is dus ja, niet de rust geworden. Ze gingen het in minuut 55 ja, ja. doen. Ja. In 55... Uh, wat effectief is gedaan. Het moment dat Janssen uh, daar een uh, raket in pegelt. En ja, daar was daar ook nog eens een van zijn zonen die jarig was, die in het stadion waren. Zijn vriend zelf. En ja, dat kon het niet symbolischer zijn. Het, uh, een van de mooiste momenten ooit. En een verhaal dat, ja, zoals eerder gezegd, enkel op een boshalk kan kan gebeuren een plek van mirakels en dat we toch graag wouden delen met de luisteraar. Um, het ontbreekt mij wel van wie dat de mail kwam, dus de vriend van Luc in ieder geval bedenkt Luc om het, het verhaal te delen alvast nogal heel veel sterkte met het verwerken van het verlies en uh, hopelijk dat het mirakelverhaal een opsteker is voor iedereen dat Luc lieverd en we gaan uh, de beker, als die er komt, zeker dan ook mee opdragen aan, uh, aan Luc en uh, Nathan. Ik denk dat dat een mooi was om mee af te sluiten. Um, ja, zeker. Voilà, dat was het voor vandaag. Wij beschouwen van het weekend na op de wedstrijd Serrein Antwerp. Waarschijnlijk met een uh, klinkende zegen. Niet doen, je, niet doen. You've, you've jinxed it here first. Kom, we gaan, um. de, we gaan voor de prono. We gaan voor de prono. Dirk, jij moet van wal steken. 1-2. Maar jongen, come man. Ik, 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 ik zeg gewinnen. Ja, ja. Ben. Ja, dat is waar. 0-3. 0-3. 0-3. Jots, jongen, echt. Kom, op een kwartier is die match gespeeld. Oké, okay, zal ik de ultra chef, de man die geen stemmen niet meer weet te ronselen, uh, zijn? Ik ene, nee, ik kan, voor de, <laughs> ik kan voor de doorzetting van de clean sheet, maar ik kan voor de iets minder royale 0-2. Ik had nu gedacht dat je 0-1 ging zeggen, aangezien dat dan zo de streak van één verschil behouden. Ja, maar je moet, je moet progressie maken. En ik zie onder ondermerk van Bommel veel progressie dit seizoen. Dus, uh... okay. okay. Drie overwinningen. Voilà. Alleen winst is goed. Ja, goed. positief. Uh, luisteraar, yes. bedankt voor jullie input. Voor te luisteren, voor te kijken. Like, subscribe. Subscribe en share. Amai, dat komt er allemaal niet zo gemakkelijk uit. Dirk, jij bedankt om zo positief te zijn. Is graag gedaan. Doe zo voort. Dat is zo'n zonnetje op het rapport. Een bloemetje. Een bloemetje. bedankt om erbij te zijn. Um... Misschien nog één dingetje om, om er even tussen te dus gooien. Het, uh, het is uh, vol een bak, bak koers uh, in Frankrijk en in Italië. En zoals jullie allemaal weten, hebben wij ook een voorjaarspronostiek van uh, Wheeler Manager. En voorlopig hebben we Sarah van Halst die aan de leiding staat met 572 punten voor Dries Goffaar die heeft er 558 en dat moet familie zijn want Frederik Goffaar die heeft er 551 dus dat is een top 3 dat zijn de mensen die nu met, uh, met de prijzen gaan lopen op dit moment en de Dirk was goed stonke, begonnen stonke een stonke beetje ik, teruggezakt Vier weken stond ik hier dat wordt nog niet vermeld dat wordt nog niet vermeld wordt ik, ja, ik ik, ik ja, zeg echt plaatsen. Die, die prullenkoersen die prullenkoersen dat geweest zijn. Okay, Allee, kom, tis zeg, tis zeg. Tis Nu begint het, hè. Oké. Okay. Milan Sanremo. Remo, een koersen volgende week, mannen. Niet vergeten. Belangrijke wedstrijd. Bredene. De vrijdag. Hè. Heel belangrijk. Dus uh, ga dan maar eens kijken. En niet te veel naar achter, want dan komt de niet. En, en uh, Sa Sarah stond eerst. <laughs> en wel, ja, Sa Sarah absolutely. begint maar al aan uw voorbereiding, want je ligt dus op een ramkoers <laughs> om, uh, om mee te doen, hè. Om de, de podcast te halen, Paul, Pin, Dirk, bedankt. Om hier weer al met veel enthousiasme te zitten vanavond en bedankt yes. aan de luisteraar en tot snel weer. Bye bye. U Salut.